Als in een western kijken ze elkaar strak aan. Onder een fietstunneltje, schuilend voor de striemende regen en een onzekere toekomst. Beide jong, fit en zenuwachtig wrijvend over hun mobiel. Ze wachten. Allebei gretig en klaar om mij te dienen. Het is vrijdagavond. Ik druk op bestellen en het barst los. De knapste van de twee, met een afro en een reusachtig blauw brilmontuur, is het snelst. Hij accepteert de bestelling en ik hem ook. De maaltijdbezorger springt op zijn elektrische fiets en scheurt door een nat geregend Almere haven. Met een warm houtbox vol swarma gaat hij het avontuur aan. Ik sta voor het keukenraam en kijk of ze er al aankomen. In werkelijkheid kijk ik nooit meer westerns. Zeker niet tijdens het eten. Ik kijk Peppa Pig of Dino Trucks en zeker 18 andere animatieseries met ofwel antropomorfe voertuigen met robotarmen ofwel antropomorfe dieren in voertuigen met robotarmen. En allemaal zijn die series minder cool dan ze nu klinken in mijn hoofd. En daarna ga ik naar bed. Ik heb het mandaat over de televisie verloren. Achter me hoor ik een kind over zijn schooldag vertellen. Ik ken het verhaal, ik was erbij. Een ander kind vertelt dat ze liever naar oma was gegaan, ik ook. De maaltijdbezorger moet komen. Niet alleen om een maaltijd af te leveren, maar om mij een gevoel van thuis te bezorgen. Bezorg mij thuis, fluister ik tegen het nat geregend raam. De werkweek is voorbij, maar ik wil dat hij ook voorbij voelt. Mijn huis is een leslokaal, een kantoor, een kinderdagverblijf, een gymzaal, een strafhok. Ik klamp me vast aan dat enige ritueel dat ik nog voort kan zetten. Vrijdag is vette hap, is weekend, is niet meer werken, is mijn huis weer als thuis. Ik wil dat je thuis bezorgt, zei ik vorige week aan de telefoon. Dat begrijp ik, zei ze. Maar ze begreep het niet. Vanavond wilde ik zelfs niet meer bellen. Ik bestelde via de website, want ik wil geen menselijk contact meer. Ik ben moe. Ik wil contactloos betalen, maar ook contactloos bestellen. En het liefst ook contactloos eten. Ik wilde eigenlijk een pizza, maar ik lust geen kaas en kaas mij ook niet. Ik wilde een pizza zonder kaas, maar dat kan ik niet aanklikken. Dus moest ik toch bellen. Dus bestelde ik maar shawarma via de website. Mijn zoon wilde ineens ook geen kaas op zijn quattro formaggi. Dus moest ik toch nabellen. Ze waren alleraardigst. Ze waren charmant en jong en hoopvol. En ik niet. En ze weten het. Ik ga alvast in de gang staan en doe alsof ze dan sneller komen. Ik heb laat besteld. Te laat, zegt mijn vriendin. En daardoor komt het eten vast ook te laat. En dat moet zo snel mogelijk niet meer mijn schuld worden. Onze kinderen jammeren. Ik sta voor de deur en wens de bezorgers dichterbij. Ik herhaal dat het heel hard waait, net als daarnet. Toen woei het ook heel hard, roep ik de huiskamer in. Daarom was ik te laat, niet omdat ik zelf altijd te laat ben. De huiskamer reageert niet. Ik draag een joggingbroek, omdat ik ook door de regen heb gefietst. Door de regen zonder reden, want alles is thuis. Voor boodschappen die ik al in huis had. Ik draag hem niet omdat ik al de hele dag een joggingbroek aan heb, zoals de rest van Almere Haven. Ik wil dat ze dat weten, die bezorgers. Hoe breng ik dat organisch ter sprake, vraag ik me af. Ik ga me snel omkleden. In de kast bij mijn droge, nette broek vind ik een kistje met contanten. Oh mijn goden, de fooi, kreun ik. Ik heb via internet besteld, maar via internet moet ik vooraf fooi geven, denk ik. Want ik snap die optie nog steeds niet helemaal. Straks is hij te laat en wil ik geen fooi meer geven. Wat dan? Het leven is me te onzeker en ik wil nergens meer op vooruit lopen.
Ik open het kistje en vind alleen groot geld. Een briefje van 20, reusachtig geld. Ik moet dit dadelijk geven en dan geld terugvragen, waardoor de bezorger precies weet hoeveel ik van hem hou. 2 euro veel. Het zal confronterend zijn voor ons allebei. Ik krijg zelf trouwens nooit fooi van de bezorgers. Ook niet als ik het heel goed doe. Als ik vriendelijk ben, ze groet en bedank. Ze complimenteer met hun punctualiteit en servicegerichtheid en uiterlijk. Als ik een grapje maak die ook na 4 uur obsessief en alvast beschaamd nadenken nog steeds niet beledigend was. Als ik speciaal een andere broek heb aangetrokken. Als ik eindelijk, eet smakelijk, niet beantwoord met dankjewel, jij ook. Ik sta weer voor de deur. Deze voordeur gaat nog wel naar binnen, maar niet meer naar buiten, murmel ik. Alles is gesloten. De cafés, de bioscopen, de restaurants, de theaters. De grenzen, de hoofden, de uitweg, mompel ik. Ik krijg nooit fooi, maar ik weet wel dat ze reviews over mij schrijven. Dit realiseer ik mij al een tijdje. Het moet zo zijn dat de bezorgers een eigen app hebben waarin zij al hun gezamenlijke klanten recenseren. Ik krijg erin weinig sterren. Want ze weten dat ik de verkeerde dingen eet. Dat ik veel verkeerde dingen eet. Dat ik gefaald heb. Ze weten het. Deze meneer had vorige week ook al bij ons besteld, maar onder een andere naam. Denkt hij dat wij hierin trappen? Deze meneer had iets besteld wat een volslagen oneetbare combinatie was en gaf ons de schuld. Deze meneer haalt zijn voldoening uit het uitkafferen van een shawarma-tent omdat we een keer iets vergeten waren. Deze meneer heeft geen zelfbeheersing, zelfreflectie of eigenwaarde. 1 ster. Raadt u deze klant aan? Nee. Ik ben jaloers op de bezorgers, omdat ze vrij zijn, omdat ze avondklokken mogen trotseren, vrij om door de regen te fietsen om voor een hongerloontje, op een moment dat ik gedwongen in mijn warme woning zit te wachten tot zij mijn honger komen stillen. Het is oneerlijk en ik haat ze erom. Ik haat het schuldgevoel dat ik eigenlijk niks te klagen heb, maar nergens meer tevreden van word. Ik haat het als ze het bestelling verkeerd hebben omdat ik hem steeds complexer maak. Ik haat het dat ze het op willen lossen terwijl het aan mij ligt. Ik moet harder mijn best doen en een beter mens worden. Als ik de volgende keer ook een hippe bril en een onberispelijke kapsel heb, komt het vast goed. Dan krijg ik een tas met warme burrito's en een knuffel. Ik doe de deur vast open kier en spreid mijn arm intussen wijd en uitnodigend uit. Het regent niet meer. Maar op mijn spiegelbeeld in de voordeurruit biggelen nog steeds druppels naar beneden. Het is 7:50. Keurig op tijd. Ze zijn er. Maar waar ben ik? Waar ben ik gebleven? Mijn naam was en is Bram Koedam. Titel van dit verhaal is Bezorgd. U kunt mij vinden op indespeelhal.nl. Bedankt voor het horen en smakelijk eten.